3 herkenbare situaties die elke student 's ochtends wel eens meemaakt. Situatie 1. Het 's ochtends opstaan. De wekker staat vroeg, maar je hebt echt geen motivatie om uit bed te komen. De wekker gaat af, je zet hem op snoezen en je draait je nog een keer om. Situatie 2. Kledingkeuze. 's Ochtends vroeg weet ik echt niet wat ik aan moet trekken. Ik heb een hele kledingkast vol, maar toch weet ik niet wat ik aan moet. Ik pas een hele hoop, maar kom uiteindelijk terug bij wat ik als eerste aan had. Situatie 3. De trein halen. Doordat ik te lang in mijn bed ben blijven liggen, kom ik 's ochtends tijd tekort. Moet iemand anders mij mijn medicatie geven? Vergeet ik mijn telefoon? Laat ik mijn huiselijk chaos achter? En moet ik rennen voor mijn trein? Die ik net op het nippertje haal. Ik zal je nog even uitleggen waarom ik medicatie slik. Ik heb namelijk ADHD. En dan hoor ik je denken, dit staat vast voor alle dagen heel druk. Nee, dit staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Oftewel, aandachtstekort en hyperactiviteitsstoornis. Enkele kenmerken waar ik last van heb zijn niet goed kunnen plannen, slecht keuzes kunnen maken, snel afgeleid zijn, chaotisch zijn. Dit past dus ook perfect bij situaties die ik hiervoor noemde. Natuurlijk betekent het als je zo'n ochtend hebt niet gelijk dat je ADHD hebt. Bij mensen met ADHD, of in ieder geval ik, hebben hier wat vaker last van. De aankomende weken wil ik op zoek gaan naar de perfecte manier om te gaan met mijn ADHD, oftewel mijn functiebeperking. Want ook tijdens het studeren heb ik er last van en ik ben vast niet de enige. Doe een duimpje omhoog als jij ook wel eens moeite hebt om uit bed te komen 's ochtends. Klik hier voor mijn vorige video en klik hier voor meer video's van mijn HBA YouTube collega's. Klik hier om te abonneren op het Hogeschool van Amsterdam YouTube kanaal en dan word je volgende week weer te zien. Doeg!